Koen P. wordt verdacht van ontucht en verkrachting van 6 meisjes. Het gaat steeds om jonge meisjes die telkens aangifte hebben gedaan van ontucht, dan wel verkrachting door verdachten. En een deel van de feiten zou al enige tijd geleden zijn gepleegd, namelijk in 2012. Het Openbaar Ministerie denkt dat er meer dan 6 slachtoffers zijn. Er zijn meer meisjes die zeggen dat hen hetzelfde is overkomen. Maar in zedenzaken is het altijd heel belangrijk wat een aangeefster of slachtoffer zelf wil. Dus als zij geen aangifte wil doen, dan is dat iets wat wij respecteren. 1 slachtoffer zou 6 jaar geleden zijn verkracht. Een ander in 2014. Ja, dat zijn feiten die zijn lang geleden. Hoe staaf je dan zoiets? Het is natuurlijk altijd lastig in dit soort zaken, omdat het vaak een 1-op-1 situatie is. Maar in dit geval zijn er ook wel andere mensen om de meisjes heen die verklaringen bevestigen. Bijvoorbeeld een vader of een arts. Koen P. zegt dat er nooit sprake is geweest van dwang.